Hey, wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer je alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een mooi houdbaar bloemstuk maken. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis en blijf op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag graag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het pakket kan bestellen. En dat kan zowel met als zonder ondergrond. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt onder een kopje cursuspakketten. Wees snel bij, want op is op en dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Je kan me opvolgen op Facebook of Instagram, dan mis je helemaal niks van alles wat er online gaat komen. En we gaan zo'n leuk seizoen in en we zitten volop in een leuk seizoen. Herfst, we gaan vandaag ook een mooi herfstbloemstuk maken. Dat doe ik met de Oasis Bio Cake Dummy. Het bloementaartje. Ook wel genoemd, tenminste zo noem ik hem vaak. En ik gebruik de bio-versie. Ik ga hem wel dit keer droog gebruiken, want ik ga het met allemaal houdbare materialen doen. De reden waarom ik normaal steekschuim hiervoor gebruik is dat het wat zachter is dan bijvoorbeeld speciaal steekschuim voor droogbloemen. Ik ga meer droog producten gebruiken, dus dan ga ik liever aan de slag met normaal steekschuim. En ik kies vandaag voor de bio-variant, want het is natuurlijk goed voor het milieu en een kleine aanpassing. Kwaliteit is top, dus zeker een goede om te onthouden. Goed, laten we gauw gaan beginnen. Ik heb heel veel mooie houdbare materialen. Ik heb ook een mooie amaryllisbol, maar ook bijvoorbeeld deze prachtige roos die op een speciale manier bewerkt is, waardoor hij een jaar goed blijft. We gaan dus een bloemstuk maken wat lekker lang houdbaar is, waar je de hele herfst van kan genieten. En deze kan je misschien zelfs nog wel voor een ander bloemstukje gebruiken. Dus ik zou zeggen, ik haal jullie even iets dichterbij, dan kun je precies zien wat ik doe. Omdat ik vandaag materialen gebruik die geen water nodig zijn, gebruik ik het steekschuim droog. Ik kies bewust voor normaal steekschuim, ofwel de bio-variant, maar geen steekschuim speciaal voor droogbloem, want deze is iets zachter. En dan vind ik toch fijner werken met dit soort materialen. Allereerst doe ik de buitenzijde even met mos en dan gaan we verder met het versieren. Dan doe ik de amaryllisbol in het midden. Ik heb er even een ijzerdraad in gedaan. Je kan ook even een stokje gebruiken. Dan blijft hij mooi rechtop staan. En daaromheen decoreer ik met allemaal mooi materiaal. Ik gebruik ook de koudlijm van Oasis. Ik gebruik deze graag omdat deze geen verbranding geeft op bloemen. Dan heb ik mooie lampjes om het extra gezellig te maken en die wikkel ik er omheen. Je kan alleen om de onderkant doen, is heel gezellig. Je kan het ook helemaal overal omheen doen, wat je zelf daarin leuk vindt.
En dan heb ik een prachtig frame waar ik hem op ga zetten. En dit is toch wel echt een plaatje. Ik heb eventueel nog een Diplo slinger. Die kan je er ook nog aan toevoegen. Is wel echt herfst. Dus dat is natuurlijk erg leuk. En zo maken we het natuurlijk extra gezellig. Hoe leuk nu met de donkere dagen. Mocht je mos nu laten het ingedroogd zijn, kan je daar de Floralife Finishing Touch Spray voor gebruiken. Ik gebruik hem niet op de droge bloemen, maar wel eventjes voor het mos. Dan hou je hem mooi fris van kleur. Hè? Wil je dit nu graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Heb je nu zelf een mooie schaal, kan je hem ook zonder schaal bestellen. Dus dat kan natuurlijk ook. En ik hoop dat jullie het weer een leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Laat hieronder weten wat je van deze video vindt. En dan zie je me de volgende keer weer.